De wet van behoud van energie. Wat houdt dat in? Heel eenvoudig. Wat je in het begin hebt, verlies je niet. Je hebt alles wat je in het begin hebt, ook na de tijd. Je krijgt er trouwens ook niks extra's bij. We gaan het met een paar voorbeelden toelichten. We beginnen hier met een bal, 1,5 meter hoogte, en die wordt losgelaten zodat hij naar beneden valt. Gevraagd wordt welke snelheid hij heeft als hij de grond raakt. Wel, we beginnen met de wet van Wout van Energie. Dus voor is een A. De energie in het begin, daar in hoogte. Wel, hij heeft hoogte, dus er is hoogte-energie. Maar hij staat stil. Dus er is geen kinetische energie. En als je naar beneden gaat, dan vlak voordat hij de grond raakt, want ja, anders zou je natuurlijk worden afgeremd. Vlak voordat hij de grond raakt, de hoogte is nul, dus geen hoogte-energie. Maar wel snelheid, dus wel kinetische energie. Kortom, in het begin m keer g keer h. En op het eind 1/2 mv². Je ziet dus nu dat de massa links en rechts aanwezig, die kun je wegstrepen. Dus de snelheid hangt niet af van de massa. Dat wist je hoop ik al. Nou, je kunt alles invullen. Dus in dit geval hier hè, links en rechts keer 2. Dan krijg je dus dat de v in kwadraat 2 keer g keer h is. Kwadraatje weg, wortel erbij, invullen. En je hebt heel eenvoudig de snelheid kunnen berekenen. 5,4 meter per seconde. Eenvoudig hè? We gaan even verder. Dezelfde bal, maar nu wordt hij dus weggetrapt met 3 meter per seconde. Hij gaat de helling op en omdat hij de helling op gaat, zal hij natuurlijk worden afgeremd. De vraag is, hoe ver kan hij de helling oprollen voordat hij tot stilstand komt en daarna eventueel weer terugrolt? Nou, net als altijd. Ja, even kijken. Wet van behoud van energie, E voor. Ja, dat is daar. Ja, hier heeft hij geen hoogte, maar wel snelheid. En hij rolt die kant op, de helling op, en daar blijft hij stilstaan. En daar is dus E na, geen snelheid, maar wel hoogte. Dus E voor is E na, E voor 1/2 mv² en E na is m keer g keer h, waarbij hoogte de loodrechte hoogte is. Let op, hè. Altijd loodrechte hoogte voor de zwaartenergie. Goed, de hoogte die kun je dan berekenen, want die is dan 1/2 keer v² gedeeld door g. Let op dat je de massa links en rechts weer weg kunt strepen. Dat is mooi. Alles invullen en je krijgt dus dat hij een hoogte krijgt van 0,46 meter. Maar dat wordt niet gevraagd. Gevraagd werd hoe ver rolt de bal de helling op. Dus kijk, deze afstand die wordt gevraagd en de hoogte die weet je nu. Wel, eenvoudig, even een driehoekje tekenen. Ja, dan zie je dus van, hey, de hoogte is de overstaande rechthoekzijde van die 20 graden. Overstaand betekent dus de, precies, sinus. Sinus 20 is overstaand gedeeld schuine. De schuine, die moet je weten. Dus S is H gedeeld 20 graden. En je komt op 1,3 meter. Oftewel, de bal die rolt 1,3 meter de helling op. En daarna zou je dus weer terugrollen. Maar, stel je nu voor, die helling is niet 1,3 meter lang, maar hij is maar 1/2 meter lang. Dat betekent dus dat die bal zo, uppakee, en die kant op. De vraag is nu, met welke snelheid valt de bal weer op de grond? Denk even rustig na. Het is eenvoudiger dan je denkt. Wat gebeurt hier? De energie voor en na moet gelijk wezen. En betekent dus dat de snelheid voor en na de tijd ook gelijk moet zijn, want hij heeft in het begin alleen kinetische energie en op het eind op de grond zal hij ook alleen maar weer kinetische energie hebben. Dus de snelheid blijft 3 meter per seconde. Even een laatste voorbeeld. Ja, iemand schopt tegen een leeg kolenblikje aan en die schuift natuurlijk vooruit, maar je zult begrijpen, het is door wrijving dat hij dus een keer stopt met het schuiven en na 2,5 meter komt het blikje weer tot stilstand.
De massa geschreven, dat is apart natuurlijk. Hè. Zo net met de bal hebben we de massa van de bal nooit gekregen en nu plotseling wel. Blijkbaar hebben we dat nodig om te berekenen wat de snelheid is van het kolenblikje meteen na het schoppen. Dus dat is de schopsnelheid van het kolenblikje. Nou, wat hebben we hier? We hebben in het begin de kinetische energie. Op het eind hebben we geen energie meer. Hoewel geen energie, er is wrijving. En wrijving wat veroorzaakt warmte. Dus je krijgt hier dus dat de kinetische energie gelijk is aan de door de wrijving opgewekte warmte. Kinetische energie is een half mv kwadraat. En de arbeid door een wrijving is F keer S, waarbij F de wrijvingskracht is. Wel, invullen. En je ziet dus nu hier inderdaad dat je de massa niet weg kunt streven, want de massa komt maar aan één kant voor. Dus, je moet hier V berekenen. Ja, nou, een beetje omwerken van een formule, invullen. En je krijgt dat de snelheid 10 meter per seconde is. Ook hier, op een eenvoudige manier, kun je de snelheid berekenen. Zo, dat was het weer. Maar let op, hè, je hebt nu een kleine glimp gezien van de wet van bouw van energie. Maar er is nog wel veel meer. Denk maar eens aan wat deze persoon heeft bedacht. Namelijk dat energie ook afhankelijk is van de massa van het voorwerp. Dus er is nog wel veel meer onder de zon. Maar voorlopig laten we dat even achterwege. Dit was weer het einde. Tot ziens.